Ja, een 14-jarige jongen is het slachtoffer geworden van een overval. En die vond plaats in de supermarkt van zijn oom op het moment dat die net even wat te drinken aan het halen was. Supermarkt Nielros ligt midden in de Haagse wijk Eskamp aan de Leggeloosstraat. Het is een relatief kleine buurtsuper. Het 14-jarige slachtoffer is aan het logeren bij zijn oom en tante. En op zondag 11 december besluit hij naar zijn oom toe te gaan die een winkel heeft aan de Leggeloosstraat. Hij gaat er op de fiets naartoe. Hij komt 's morgens tussen 10:30 en 11:30 aan en de twee zijn samen in de winkel. Er komen best wat klanten langs totdat de laatste weg is en de oom van de jongen even wat gaat halen. De jongen is even alleen in de winkel en om iets voor 11:30 komt er een onbekende man de winkel binnen. Het is gelijk duidelijk dat hij geen goede bedoelingen heeft. Hij heeft een capuchon op, een skeletmasker op en heeft een groot kapmes bij zich. En daarmee bedreigt hij de jongen. De overvaller rent direct richting de kassa en slaat erop met zijn mes. Hij wil al het geld hebben. Het slachtoffer moet dat in zijn rode sporttas doen. Om uit het zicht van de buitenwereld te blijven, gaat de overvaller op zijn hurken zitten. De jongen doet wat hij zegt in de hoop dat hij snel weer vertrekt. Als alles in de tas zit, neemt de dader nog even de tijd om die dicht te doen. Op dat moment komt er een klant aan en gaat de overvaller er vandoor. Hij rent de winkel uit, rechtsaf richting de Steenwijklaan. Nog voor het water gaat hij linksaf het voetpad op richting de Leiweg. Ja, wat verschrikkelijk voor zo'n jongen, hè, dat hij dit eigenlijk alleen heeft moeten meemaken. Jazeker, hij is ontzettend bang geweest tijdens en na de overval. Maar dat is ook niet zo gek. Je bent 14 jaar, je staat even alleen in de winkel van je oom en er komt iemand met zo'n skeletmasker je bedreigen met een kapmes. Nou, inmiddels gaat het gelukkig weer aardig goed met hem, maar hij zal dit niet licht vergeten. Nee. Wat weten we over die overvaller? Nou, die is ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft een stevig breed postuur, maar dit kan ook zo zijn overgekomen door de jas die hij droeg. Want het was een dik blauw wind- of skijack met capuchon. En verder had hij een zogenaamd skeletmasker voor zijn gezicht. En hij droeg een donkere broek, zwarte schoenen met witte strepen van het merk Adidas. En de tas die hij bij zich had was een grote rode sporttas. Ja, hoewel de man niet in zijn gezicht te zien is, zou hij toch zeker herkend kunnen worden aan zijn kleding of zijn postuur. Of misschien herkent u hem aan dat enge skeletmasker. Als u weet wie dit is, laat hem van u horen via 0800 60 70. Meld misdaad anoniem of het team criminele inlichtingen op 06 57 87 62 79.